Dag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hey, kan je nog herinneren pas geleden dat ik een video heb gemaakt over de house tour van Gio? Je wou geen vleugel, hè? Je wou echt een piano? Nee, een vleugel is wat te groot. Ja, of dus we moeten hem daar neerzetten. Maar... ik haat Gio. Nou, die house tour stond dus op het kanaal van Pure Luxe. En hij vond het niet zo leuk. Floris, niet Gio. Gio die zei dat hij stuk ging. Floris die heeft 2 keer geprobeerd mijn video te laten verwijderen. Ja, zo werkt dat niet. Je kan gewoon gebruiken van het internet wat de fuck je wil. Hij zei als reden, onze goede merknaam wordt zo beschaamd. Het beïnvloedt ons nieuw werk omdat het dus nu belachelijk genaakt is. Genaakt. Hij zit naakt. Oh, is ik nou een muis? Oh ja, hij zei trouwens ook nog, niemand is hierbij gebaat. Wel, dat is volgens mij echt een van de weinig video's waar ik een beetje geld aan heb verdiend. Ik ben hierbij gebaat. Ik ben as we speak aan het wachten op een nieuwe Rolex. Laat even weten in de comments wat jullie denken dat mijn Rolex is. En misschien wel even leuk aan jullie te vragen, wat is de waarde nu? Trouwens, ik kwam Floris vorige week nog tegen. In het echt. Als in, op straat. Of, ik liep op straat. Hij zwaaide vanuit zijn penthouse. Nee. Hij liep ook op straat. En hij zegt 2 meter of zo. Voor de rest is hij precies zoals je denkt. Ik zei ook nog gedag. Ik zei, hey Floris. En ik denk dat hij gedag zei, ik weet niet. Ik kan muziek in. Maar hij wist wel dat ik het was, want 5 minuten later DM'de die me. We zouden eigenlijk een video samen moeten doen, Rijk. Dat zou nog eens leuk zijn na de wat negatievere video. Dus ik dacht, ja, dat is leuk. Laten we samen wat gaan doen. Dus ik DM'de terug, boxing influencers. Nee, dat was een grapje. Lijkt me ook niet zo'n goed idee, want zoals ik net zei, hij zegt 2 meter of zo. Plus, straks breekt hij zijn heup, superkut. Hij vond het ook echt een goed idee. Als hij daar ging er serieus op in. Dat is briljant. Volgens mij is Floris echt een hele aardige gast. Floris, je weet het, vanaf september ben ik soms vrij. Gaan we iets leuks verzinnen. Maar de vraag is, waarom heb ik het nou weer over Floris? Hij vindt mijn video's niet leuk, vooral niet die over hem. Nou, hij heeft een video geüpload met familie Gilles. Come on. Ik heb het nog niet gezien, maar hoe kan dit fout gaan? Ik moet zeggen, zelf ben ik niet super bekend met familie Gilles. Ik heb 1 keer een TikTok video gezien waarin die man komt voor een Rolls Royce. En ik zweer het je op alles. Tijdens het kopen van een Rolls Royce doet hij een impuls aankoop en neemt ook een Ferrari mee. Ik zweer, het ging echt zo. Hij liep gewoon, daar is Rolls Royce, stond daar. Daar staat zijn Rolls Royce, daar. Oh wow, die is mooi. Mag ik die ook? Wat de f... Hij moest 1 miljoen afrekenen. Samen kosten ze 1 miljoen 21.000 euro. Inclusief de BTW, samen. Ja. Ik denk 9,75. Maak nee, dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Nou, dus zo'n man plus Floris. Fucking beste combinatie ooit. Snap je nu waarom die video... Oh, de titel is trouwens... Massa is kassa, Peter Gilles showt mijn Foxwild zijn villa en wagenpark. Wat betekent dit allemaal? Hoe laat je Foxwild je villa zien? Nou, dan hebben we hier de keuken. Ik haat de fucking keuken. Ik eet alleen maar. Boeien we eigenlijk? Floris, wat de fuck wil je dat ik zeg? Laten we naar die teringwoonkamer gaan. Ik haat die fucking woonkamer. Hatseflats. En het begint gelijk hier weer met een wielrenner die denkt dat hij het hele ruimte voor zichzelf heeft. We mogen er even langs gelukkig. Dank u wel. Want daar hebben we even helemaal geen zin. Al die wielrenners, ik word er af en toe gek van. Natuurlijk ook een horloge meegenomen. Ja, dit, ik hou hiervan. Dit is Floris. Dit is een fucking Rolls Royce. Fuck deze wielrenner. Fuck nou. Die doet me kost je 15 euro. Fuck you. Nou, ik heb natuurlijk ook weer een Rolex op mijn pols. Rich people problems. Nou, trouwens helemaal niet. Iedereen haat wielrenners. Iedereen. Wat vind je van wielrennen? Peter Gilles, de nieuwe bekende SBS6-ster. En ja, ik kijk altijd naar het programma. Ik vind het uitermate geestig. We gaan met hem een diepte-interview doen. Maar vooral ook zijn huis bekijken. Hij vindt het uitermate geestig, dus hij heet me. Nee, sorry, dat bedoel ik niet. Hij gaat een diepte-interview doen. Gewoon een goed gesprek. De diepte ingaan. Tot aan de wijnkelder. Een rondleiding doen. Ik ga hem dus sabreren leren. Hè? Want sabreren kun je leren. U moet eens kijken op sabrerenkunjeleren.nl of sabrage.nl. Zou dit echt bestaan? Ik zou dit wel gaan opzoeken. Sabrerenkunjeleren.nl. Ik word gewoon verwezen naar de site van Pure Luxe. Fuck off. Hij heeft niet deze domeinnaam overgekocht. Wacht, we gaan naar die andere. Sabrage.nl.
Hij maakt gewoon reclame voor zijn eigen webshop. Dat is briljant. Hey, wil jij nou leren sabreren? Ga dan naar sabrerenkunjeleren.nl. Nee man, koop gewoon mijn 700 euro rosé. Wat? Oh, dan heb je 15 liter wel, oké. Okay. Nou mensen, we zijn aangekomen. Ik zie Peter al lopen. En goedemorgen! Hatsenflatsen! Alles goed? Alles goed. Oh, hatsenflats is dus een uitspraak van hem. Hey, goedemorgen! Hatsenflats! Alles goed? Hatsenflats? Mogen we doorrijden? Ja, jongen. Ik zie al genoeg roze staan daar. Kijk eens even, jongens. Het hele wagenpark staat er al. Wat? Er staat inderdaad een heel fucking wagenpark. Kijk deze auto's. Hij heeft twee ingangen in zijn tuin. Hoe fucking rijk is hij? Ja, daar past deze mooi bij, toch Peter? Ja. Nou jongens, daar staat gewoon het beroemdste stel van Nederland. Kijk, Peter. Hoe is het? Ik geef je een hand, want je bent gevaccineerd, ja. Net zoals ik. U ook. Nicole, we geven een boxje. Ben je al gevaccineerd of nee, nog niet? Vriendin Peter Gillis en BN'er. Wat zijn dat voor titels? Heeft zij zelf geen baan? Of? Nou, maakt ook niet uit. Verder. Ik zie gewoon ons een hele gekke voornaam. Nou, we hebben natuurlijk wat champagne meegenomen om te sabreren. Kijk, lekker. Laat ik het even zien hier gewoon. Zes stuks, als het zal mislukken. Dan doen we het nog een keertje over. Het is dorstig weer, dus... Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dus ja, hartstikke leuk als we jullie huis mogen zien. Ja, komt erin. Dank u wel. Hij heeft gewoon niet een van die 700 euro roséflessen meegenomen die hij zelf verkoopt. Wat skeer. Wat gierig. Wat neemt hij mee? Zes champagneflessen. Ik zou oprecht moeite hebben om nu deze zes flessen champagne af te rekenen, denk ik. Dan moet ik echt geld overmaken van mijn spaarrekening. Welkom. Zit wel gelijk. In Neerpelt in België zijn we. Ja, dat klopt. Net over de grens, Valkenswaard. Super. Daar wonen we nu bijna een jaar, dus... Ja. Een fiscale vluchteling, of valt het mee? Nee, niks fiscaal. Oh my god. Sorry dat ik zo vaak de video stop, maar come on. Als ik een video grondig ga bekijken, dan moet het deze video zijn. Maar kijk hoe groot dit huis is. Wat worden hier de Boeing 747's gemaakt? Waar beginnen we hier? Hier in de living. De living room, kijk eens aan. Kijk, televisie, buitenhaardje. Open haard, lekker open zitten haardje. Hier. Lekker. De Rembrandt heb je ook nog overgenomen, zie ik. Ja, daar hangt hij ook. Nou, hier hebben we nog een oude race Harley. En nou, vertel eens even, Peter, je hebt een enorme collectie. Ja, ik denk ruim 100 Harleys. Hij heeft 100 Harleys. 100 Harleys. Wat heeft hij heel de Hells Angels overgekocht? Ja, ik heb aandelen gekocht van de Hells Angels. Ik kreeg 100 motors, maar ik weet het ook niet. Nou, dan gaan we even de Hatzenflats kamer laten zien. Ja. En de badkamer. Hartstikke idee. Hatzenflats en Fox Wild. Ja. En beter controleren dan... Nee, beter alles controleren dan vertrouwen. Hoe is die zin? Vertrouwen is goed, controleren is beter, hè. Kijk. En daar word ik dan Fox Wild van. Ah, oké. Okay. Volkswild is dus ook een uitspraak van meneer Gillis. Ik heb het echt helemaal gemist allemaal. Ik vind hem leuk. Is dit een nieuwe familie Meiland? Trouwens, even tussendoor. Waarom loopt hij als Shrek? Alles controleren dan vertrouwen. Hoe is die zin? Vertrouwen is goed, controleren is beter, hè. Kijk. En daar word ik dan Volkswild van. Kende dat? Nou, dan gaan we hier even de Hatzenflats hut in. Hoe lang is deze gang ook? Ze hadden gewoon echt een heel gesprek gedurende deze gang. Oh, nou meneer Gillis, nu we toch... deze atletiekbaan moeten afleggen om bij je badkamer te komen. Je hebt 100 Harleys. Noem ze eens allemaal op. Plus je favoriete herinnering per Harley. Ik denk dat we er dan wel zijn. Mijn favoriete Harley komt uit 1997. Gewoon redden. Oh, trouwens, als je links kijkt zie je de kamer van de butler. Oh, te laat. Oh, ik hou van deze video. Ik hou van deze man ook. Peter Gillis. Uitschuif televisie dus. Waar de magic happens, zeg maar. Alles uitkijkend op het terras en de mooie ruime tuin. Ja. Kijk, als je hier kijkt, dan zie je wel... Badkamer. De Hatzenflats badkamer. Dubbele douche. Dubbele douche, dubbel bad. Toiletje, urinoir. Zodat we de man het niet naast de pot doen. En een apart urinoirtje. Maar eerlijk, als je zo rijk bent, had ik de kamer iets mooier gemaakt. Nou, boeien. Het heeft een fucking jacuzzi. Het heeft een urinoir. Wie heeft een urinoir? Wat? Ik ken het woord. Ik weet niet eens hoe je het woord... Waar moet spellen. Dit zijn de serieuze maten. Ja. Hoe lang is die, weet je het? 6 meter. 6 meter. Sterrenhemeltje erin. Dus daar kan jij ruim in. Ja. En ik ook. Kijk eens hoe mooi. Ja, kijk eens even. Dubbele deuren zo. De keizer, hè. En dan gaat hij zo dicht door met de vinger. Ja. Hoe gaat het drukken? Ja. Kijk, daar gaat hij al.
Meneer Gillis is gewoon zo rijk dat hij Floris eruit laat zien als iemand die niet 40.000 euro om zijn pols heeft. Als iemand die niet op Oud-Zuid woont. Nou, dan ben je rijk hoor. Fuck nou. Ik zag een tijdje geleden een donkerblauw, dus het is nummer 2 al. Ja, donkerblauw is verkocht naar Dubai. Ja. Wat staat hier, Peter, voor iets moois? Dat is een Harley Freewheeler. Een Harley Freewheeler. Dus dit is ook weer een van die 100? Nee, deze is gewoon deze nieuwe collectie. Wat, dit is niet een van die 100 Harleys? Hoe kan dat? Ja, ik heb 100 Harleys in Nederland staan. In België heb ik er 2000. 650 pk? Ja, maar er zit een nieuw uitlaatsysteem onder. Dat is dan opgewaardeerd naar 735. Oké. Okay. Trekt in 2,2 seconden naar de 100. Maar je had nog niet genoeg. Er kwam toch nog een kleine Rolls bij, zie ik. Ja, dit is van de week een fijne auto. Ja. Van maandag tot vrijdag heeft hij een andere Rolls Royce gekocht. Wat, als boodschappenauto of zo? Hij dacht van, nou, op dinsdag ben ik vaak in Amsterdam. Met het inparkeren beschadig ik soms de auto. Geld groeit niet aan de bomen. Dus ik koop gewoon een nieuwe. Ik moet eerlijk zeggen, het werkt wel. Ik heb die eerste Rolls Royce nog 0 keer beschadigd. Je moet op de kleintjes letten, hè. Black Badge. Ja, en die gaat ook weer zo open. Helemaal zwart. Kijk maar niet naar de rotzooi, want dat is natuurlijk een werkauto. Nou, daar wordt gewerkt hier. Kijk, jongens. Huppatee. Oh, het is een werkauto. Normale werkauto, Peter Gillis werkauto. En niet alleen zijn auto's koopt hij nieuwe als hij denkt dat er meer nodig van zijn. Ook zijn handen. Hoor je, besef wat ik nu zeg. Kijk eens even hier. Hatseflats en massa's kassa. Hier word ik Fox wild van. Canada, het is allemaal fantastisch dit. Ik hou ervan. Ik heb natuurlijk zoveel fans onderweg. Tuut, tuut, tuut. Ja, hier zat ik allemaal zo te zwaaien. En nu doe ik met de handjes. Hij moest steeds met zijn hand zwaaien en dacht, dit kan makkelijker. Ik koop een nephand. Met hatseflats erop. Dit is zo absurd dat ik ervan hou. Fucking love it. Favoriete video ooit. Nou, dan heb ik speciaal voor jou vandaag nog een andere Rolls meegenomen. Want een Rolls Cabrio, die heb je nog niet? Nee. Ik heb er alles naar gekeken. Ik vind het wel een superauto. Wat vind je ervan? Ik vind het wel super. Ook 12 cilindertjes natuurlijk, maar dat ben je inmiddels gewend. Ja. Nee, ik vind dit, ik vind de kleurencombinatie mooi. Wat een loser. Hij heeft geen Rolls Royce Cabrio. What the fuck? Wat een nerd. Hoe gaat hij straks naar zijn schoolreunie? Hij gaat voor lul staan. Waarom? Wat zou een reden zijn om niet een Rolls Royce Cabrio te nemen? Come on. Ik zit lekker. Hè? Geen dak. Wind door de haren. Ja, lammer. Nou ja, het is toch echt fantastisch hier. We gaan zo nog even naar boven in het huis. En dat gaat ons Nicole even laten zien, geloof ik. Ja, Nicole, ik geef de rond. En dan gaan we daarna even het terras op. En dan ga ik nog eens een paar leuke vragen aan je stellen. Dat is waar ook. Hij zou een diepte-interview doen. En dat komt na de break. Sterker nog, de break duurt denk ik een paar dagen. Ik denk dat ik de rest van de video zondag ga uploaden. Ik wil namelijk van deze video elke fucking seconde bekijken met jullie. En dat doe ik dus in 2 delen. Als je dat leuk vindt. Dus laat even weten. Willen we een deel 2 zien? Zo niet, dan komt er zondag iets anders. Zowel zondag deel 2. Oké. Nou ja, wil je hem dus zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Nee, geintje, dat hoeft niet. Of nou ja, laat het wel gewoon even weten. Tot zondag.